Minister Brontë Somahadjo van Binnenlandse Zaken blikt met tevredenheid terug op het bijna afgelopen jaar 2023. Tijdens de jaarafsluiting vandaag op het terrein van het hoofdkantoor van het departement zei Somahadjo in gesprek met de nieuwsdienst van ATV dat 2023 een hectisch jaar is geweest voor het ministerie. Hij vindt het bijzonder dat er gezamenlijk naar oplossingen is gezocht voor problemen waarmee de werkende klasse geconfronteerd werd. We hadden een jaar veel met de vakbonden bezig geweest. En gelukkig hebben we gezamenlijk vakbond en regering overeenkomst kunnen bereiken voor onze ambtenaren. Een verhoging, zo net een bonus in december van 4200 gulden. En ik ga ervoor blijven zorgen. Ik ga ervoor blijven vechten dat de rechtspositie van de ambtenaren steeds beter wordt. Maar daar moeten we meer middelen voor helpen. We hebben ook voor de particuliere sector de belastingsschijven verbreed. Public sector reform is in volle gang. En natuurlijk iets historisch, het veranderen van de kieswet. Daar heeft Binnenlandse Zaken veel mee te maken. Want wij organiseren over 15 maanden de verkiezing. De bewindsman liet ook weten dat het ministerie een uitdagende periode tegemoet gaat als het gaat om de voorbereiding van de verkiezingen. Hij staat samen met het ministerie klaar om de samenleving zo breed mogelijk te informeren over de nieuwe kiesregeling. En alles wat nieuw is moet wennen, maar wij gaan ervoor zorgen als Binnenlandse Zaken dat alles vlekkeloos gaat verlopen. De communicatie gaat op gang komen. En we wachten op het kiesbesluit, want wij willen weten hoe groot gaan de kiesbiljetten zijn. Dan gaan we aan de slag. Het ministerie heeft vandaag met haar personeel en familie het jaar afgesloten. Minister Somahadjo kijkt uit naar een voorspoedig nieuwjaar.